Dit is het allerduurste stukje van Amsterdam. 400 jaar geleden gebouwd door stinkend rijke Hollandse handelaren. Het heette er niet voor niks de Gouden Eeuw. Nederland was een beetje het allerrijkste land ter wereld. Nou, wil je even binnenkijken? Allemaal handwerk door de beste vakmensen van toen. En ik kan het weten, want ik ben klusjesman. Moet je kijken, behang van goudbrokaat. En dat is een designradiator, helemaal van marmer. Je, mocht maar kosten. Kijk, als huisschilder moest je toen van hele goede huizen komen. Strak plafonnetje hoor. Er zit een leuk lapitein bij trouwens. Plus een driedubbel koetshuis voor al je BMW's en Mercedes'en. Ja, zo'n monumentje kost bij elkaar 5 miljoen euro. En het enige dat je daar mag verbouwen is dit muizenhol. Zie je zo, de duurste muis van Amsterdam komt er niet meer in.